Op haar 32e levensjaar staat actrice Melody Klaver op het punt in het huwelijksbootje te stappen. De stralende Melody deelde op haar Instagram het prachtige moment waarop ze ten huwelijk is gevraagd en volmondig ja heeft gezegd. Op de Instagram-foto zien we een dolgelukkige Melody tijdens een betoverende zonsondergang. Trots toont ze haar schitterende verlovingsring, vergezeld door de eenvoudige maar veelzeggende woorden, ja gezegd. Haar zus Kimberly deelt in de vreugde en laat weten hoe trots ze is op het gelukkige paar. Onder de post stromen felicitaties binnen van andere bekende Nederlanders, waaronder Bo Maarten, Sarah Gronis, Thalysia Misidian en Kim Veenstra. Opmerkelijk is dat Melodies moeder, Patricia Klaver, al op de hoogte was van het aanstaande aanzoek. De aanstaande bruidegom, Floris, had namelijk de toestemming van zijn schoonmoeder Patricia gevraagd voordat hij op zijn knieën ging. Patricia vertelt: Als moeder van de bruid wist ik het natuurlijk al. En, natuurlijk zei ik: Ja, ja. Net als Melody nu. Terugkijkend op haar leven, herinneren we ons ook het tragische verlies dat Melody in 2007 heeft doorgemaakt. Haar eerste grote liefde, Timo Smeehuizen, kwam op slechts twintigjarige leeftijd om het leven tijdens zijn militaire dienst in Urescham door een zelfmoordaanslag. Op dat moment waren Melody en Tim nog maar tien maanden samen. Na Timo's overlijden stortte de actrice zich in haar werk en zocht ze afleiding in vrienden en feesten. Ze deelde: Ik ging in een soort overcompensatie qua genieten. Hoewel er een donker randje was, blikt Melody terug op een jeugd vol mooie herinneringen.